Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 17 november 2014. De media verzwakt de nationale veiligheid van Nederland in zeer hoog tempo door haar berichtgeving over de MH17-situatie. Het is namelijk zo dat de media bepaalde berichten elke keer opnieuw herhaalt zonder de grotere waarheid in beeld te brengen. Kijk, ze zeggen wel, ze schrijven. Het Kiev-parlement sluit alle overheidsgebouwen in Oost-Oekraïne. Dat is een oorlogsmisdaad. Daar schrijven die journalisten niet over, want die zijn gewoon te lui om die mensenrechtenverdragen in hun artikelen te verwerken. Dat is een oorlogsmisdaad in naam van de journalisten. Journalisten die dwingen mensen dus te leven zonder mensenrechten, omdat politici nu eenmaal persconferenties geven waarin ze dat aankondigen en de media alleen maar die persconferenties wil kopiëren zonder zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit van het recht. Dan krijg je nu vandaag opnieuw dat minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders in de media zegt: ja, we houden de druk op Rusland hoog. We blijven Rusland als schuldige aanwijzen. Terwijl Koenders dus toegeeft dat hij alleen maar met Kiev wil onderhandelen en eigenlijk niet met de rebellen. Het Nederlandse parlement ziet het als groot verlies dat zij nu een contract hebben getekend met de rebellen, dat ze 3 maanden geleden ook al hadden kunnen tekenen voor het terughalen van het MH17 toestel. En wat je dus nu krijgt is een enorme explosie van haat in een wereld die het volk niet kent. Het internationaal strafhof praat uitsluitend met het Kiev-parlement over toetreding tot het statuut van Rome en onderzoek in Oekraïne. Het internationaal strafhof zegt daarmee dat zij het goed vinden dat het Kiev-parlement het volk in Oost-Oekraïne in de Donetsk-regio uitsluit van mensenrechten. Als het Kiev-parlement zegt, wij willen dat Oost-Oekraïne deel uitmaakt van Oekraïne, dan betekent dat dat ook de rechtsstaat, dus rechten, onderwijs, advocaten, kantoren, rechtbanken, overheidsinstanties, deel uitmaken van het Kiev-parlement. Als dan datzelfde Kiev-parlement op illegale wijze plotseling een deel van Rusland gaat uitsluiten van mensenrechten, dus een deel van Rusland mag niet meer naar de rechter om te protesteren tegen het Kiev-parlement, dan is dat genocide. Als dan het internationaal strafhof in overleg met Bert Koenders besluiten om alleen maar te praten met het Kiev-parlement en niet met de rebellen, dan is het ICC direct overduidelijk op zeer agressieve wijze in een hoog tempo het volk van Oost-Oekraïne aan het uitmoorden. En dan krijg je dat de Nederlandse rechtspraak, de advocatenorde, Eurojust, dat is dat lobbyclubje over het recht op de wereld binnen Europa, dus binnen de Europese Unie, dat allemaal goed vinden. De media verdompt het om de waarheid over het internationaal strafhof te publiceren. Journalisten die gaan nu elke keer een paar zinnen waarheid in de media brengen, omdat zij heel goed weten dat ze medeplichtig zijn aan MH17. Dus wat je nu krijgt is dat deze week echt de nationale veiligheid van Nederland wordt gehalveerd. En dat is met goedkeuring van de rechtspraakadvocatenorde en dan die machthebbers op Stelten en dergelijke, de politie, de marechaussee, vergis je niet hè, de marechaussee, dus de veiligheidssystemen, de douanes. Die vinden het allemaal goed dat die veiligheid nu wordt afgebroken doordat het internationaal strafhof in overleg met Europese politici en onze Nederlandse Bert Koenders en Rutte ervoor kiezen om het Kiev-parlement te steunen bij het uithongeren en het laten doodvriezen van het volk in Oekraïne. En dan geven ze Poetin de schuld. Poetin zal Nederland niet aanvallen tenzij ik hem daarom vraag. Ik ga hem daar niet om vragen, want ik heb een ander parcours. Het is niet mijn persoonlijkheid om een oorlog te gaan starten. Maar er komt een dag
dat ik te zwak ben. En dat de media alleen maar zitten lachen. En dat de rechters ook doorgaan met hun oude lullen gedrag. Het schijnt dat we het merendeel vrouwelijke rechters hebben. Nou, ik vind het maar een stelletje. Hoe haal je het in je harsers om een land zo in gevaar te brengen? En heb ik nog niet eens rechten gestudeerd. Begreep je wat mijn zorg is? Dan hebben we nu een parlement, hè? Een parlement dat helemaal niet geïnteresseerd is in welke vorm van schending van mensenrechten dan ook. In het parlement is er absoluut niemand die een ander politicus of een ander Kamerlid tot de orde wil roepen bij schending van mensenrechten. En dan gaat het dus niet alleen maar om roepen, ach, oh, boe, en je bent stout. Nee, dan gaat het om de verantwoordelijkheid die je als lid van de Staten-Generaal hebt, namelijk het uitvoeren van de grondwet en de mensenrechtenverdragen. En als iemand dat niet doet, dan is die persoon onmiddellijk een dictator. Dat weigeren onze Kamerleden te erkennen. Ze weigeren te erkennen dat ze die plicht hebben. Dus we hebben een parlement dat gewoon wegkijkt, terwijl Europa Rusland aanwijst als schuldige van genocide in Oekraïne, terwijl het Kiev-parlement en Europa zelf is. Dit gaat mis en ik voel hem misgaan, maar waar het nou precies eindigt, dat kan ik niet inschatten. Dag.